Welkom op onze derde adventsbezinning. Bij onze eerste bezinning werden we uitgenodigd om naar een nieuw land op te trekken. Een land waar we mogen leven vanuit Gods genegenheid. Vorige week stonden we stil bij de weg naar dat nieuwe land, de weg van Gods genade. Geen weg voor stoere mensen die met veel moeite en heldhaftigheid hindernissen overwinnen. Geen weg voor de sterken, de supergelovigen, maar juist een weg voor wie zijn kleinheid niet verbergt. God biedt graag zijn genade aan. En vandaag en volgende week willen we dan kijken naar wat de gevolgen zijn wanneer wij Gods genade toelaten. Dat wij op onze beurt gastvrije mensen kunnen zijn, maar niet zonder genezing toe te laten. En daarover willen we ons deze week bezinnen. Het Bijbelsbeeld waarmee wij minder vertrouwd zijn, is dat van de lenteregen. In ons land regent het meer dan ons lief is, maar in het Midden-Oosten kijkt men uit naar de lenteregens. Die zijn nodig om de woestijn vruchtbaar te maken. De lenteregen herstelt het land van de schade die de droogte heeft aangericht. In enkele weken tijd, want langer duurt het seizoen van de lenteregen niet, explodeert de woestijn tot een land met gele bremstruiken, geurige amandel- en citrusbomen en zoveel meer. Dat is een mooi beeld om te gebruiken in de periode naar Pasen, maar het kan ons ook in deze advent van pas komen. En de profeet Hosea brengt in een mooie passage in hoofdstuk 6 van het boek Hosea verschillende beelden samen. De lenteregen, genezing, Gods komst en ons uitzien en verlangen naar Gods komst. Kom, laten wij teruggaan naar de Heer. Hij heeft ons verscheurd, hij zal ons genezen. De hand die sloeg, zal ons verbinden. Hij redt ons na 2 dagen van de dood. De 3e dag doet Hij ons opstaan. In Zijn nabijheid zullen wij leven. Dan zullen wij Hem kennen. Er naar jagen om de Heer te kennen. Even zeker als de dageraad zal komen, Hij komt naar ons als milde regen, als de lenteregen die de aarde drenkt. Yes, He will, He will.
In het boek dat naar hem genoemd is, vertelt de profeet Hosea hoe hij in opdracht van God een prostituee huwde die hem ontrouw was. Bijbelgeleerden zijn het er niet over eens of de profeet ook daadwerkelijk gehuwd was met een ontrouwe vrouw, of dat hij enkel dit beeld wil gebruiken om ons te vertellen over wie God is. Iemand die trouw en geduldig blijft wachten op zijn volk dat hem ontrouw is. Hosea waarschuwt zijn volksgenoten dat als ze zo voort blijven heulen met de verkeerde politieke leiders, ze wel eens in de woestijn van ballingschap en ontheemding terecht kunnen komen. Maar ook dan, zegt Hosea, blijft God getrouw en zal hij hen niet verstoten. Die woestijnperiode zal een tijd van loutering zijn, een tijd van inkeer, niet zonder pijn en verwondheid. Maar God zal ons genezen. If we ask, you will come. Wat komt hij doen? Hij komt ons genezen. Waarvan wil hij ons genezen? Van de zondepijn. En wat is dan zondepijn? Wel, dat is een beetje zoals hartepijn, maar dan omgekeerd. Hartepijn heb je wanneer een liefdesrelatie wordt beëindigd. Zondepijn krijg je wanneer een liefdesrelatie begint. Het besef dat je meer bemind wordt dan je kan verdienen. Het besef dat je mateloos bemind wordt. Dat kan immers wel eens confronterend binnenkomen. Petrus roept in zo'n moment uit: ga weg van mij, want ik ben een zondig mens. En er zijn vele mensen die zoveel goedheid en liefde niet durven binnenlaten, want ze voelen zich onwaardig. Zondepijn, je kan het vergelijken met de situatie waarbij je plots in het licht komt. Dat doet pijn aan de ogen. Overweldigd door de goedheid, genegenheid en mensenliefde van onze God, kan je plots beseffen hoe ver je ernaast zat. De verloren zoon bijvoorbeeld besefte in het diepste van de duisternis wel degelijk dat hij diep was gevallen. Maar als hij wat later, misschien wel half beduusd, in het volle licht aan de feestdisch zit met nieuwe kleren, nieuwe schoenen en een ring om zijn vinger, dan pas begint het hem een beetje te dagen welke pijn hij zijn vader heeft aangedaan. Dat is zondepijn. Pijn omdat je de liefde hebt gekwetst. Pijn omdat je anderen hebt gekwetst. Dat is pijn die dieper gaat dan spijt dat de pret uit is. Er is pijn vanuit het besef dat je het meest kostbare in je leven, de liefde, hebt gekwetst. Hosea beschrijft dus hoe het volk Israël Gods liefde heeft afgewezen, omdat ze zich, zou ik je kunnen zeggen, meer lieten betoveren door de advertentiebladjes, het snelle plezier, de goedkope inspanning. Herken jij in je leven zulke pijn? Die pijn omdat je Gods liefde hebt afgewezen. Wat zijn nu enkele van de symptomen die wijzen op een onbehandelde zondepijn? Wel, het komt eigenlijk neer op een hele reeks gedragingen en gevoelens die wijzen op het wegmoffelen, om de confrontatie met Gods liefde uit de weg te gaan. Gevoelens zoals schaamte, gedragingen zoals grootmoedigheid, perfectionisme, je vergelijken met anderen, naijver, jaloersheid, of andere minderwaardigheidsgevoelens. Kortom,
op je zelfgerichtheid. En vooral, misschien is dat nog wel het meest kenmerkende symptoom van de zondepijn die niet behandeld is, droefheid. Een droefheid omdat je nog liever alleen door de woestijn ploetert dan je over te geven aan het licht van Gods liefde. Tot zover kort de symptomen, want Hosea nodigt ons uit om niet te lang bij de pakken te blijven zitten. Kom, laten wij teruggaan naar de Heer. Hij heeft ons verscheurd, Hij zal ons genezen. Dat genezingsproces, is dat zwaar of pijnlijk? Eigenlijk niet. Het enige wat jij te doen hebt is eenvoudig zijn. Maak het vooral niet ingewikkeld. Dure bedevaarten of moeilijke en lange gebeden, dat is niet nodig. Geen vertoon van, kijk eens hoe ik toch wel de moeite waard ben, hoe ik het toch wel verdien dat. Maar eenvoudig luisteren en spreken met God die je bemint. Hem vertellen hoe het met je gaat en wat er niet gaat. Hem betrekken in je leven. En zonder veel excuses hem heel eenvoudig binnen laten komen. En hem laten meewandelen met jou en jij meewandelen met hem. In plaats van op jezelf gericht te zijn, op hem en op zijn kinderen gericht zijn. In plaats van droevig zijn, de vreugde toelaten. In plaats van alleen te zijn, samen zijn met God. God met ons, Emmanuel. Kerstmis. Heb jij al eens last gehad van zondepijn? Het gevoel dat je de liefde niet kan terugbetalen? Welke heel eenvoudige stap kan jij zetten om genezing toe te laten? Dat is om zijn liefde toe te laten. Op welke manier kan jouw genezing vrucht dragen voor anderen? Doppel ons onder in uw licht, van goedheid en van helderheid. Kom met uw liefde zonder einde, alles herstellen in ons hart. Onze wetten zullen wijken, wanneer uw heerlijkheid verschijnt. En in geloof zal ik belijden, u bent mijn Heer en mijn God. Laat uw genade binnen stromen, in onze duisternis en ons op aarde nu bezoeken en raak ons met uw mildheid aan. Kom Heilige Geest, kom ons bevrijden, want in het Vaderhart van God ontspringt een bron die overvloeit. Dat is zijn liefde die vergeet. Als Gij uw woord heeft tot ons spreekt, dan wint het leven van de dood. En in ons hart dat eenzaam was, woont nu
nu uw geest die leven geeft, dat wij nu tot ontwaking komen, die u zo vurig voor ons wenst. Ik ben niet langer meer bevreesd, want mijn verdienste Heer bent u. Genade binnenstromen in onze duisternis en pijn. Kom ons op aarde nu bezoeken en raak ons met uw mildheid aan. Kom Heilige Geest, om ons bevrijden, want in het Vaderhart van springt een bron die overvloeit, dat is zijn liefde die vergeeft. Het woord is voor ons vlees geworden, het heeft hier onder ons gewoond. Hij leeft in ons en maakt ons duidelijk dat zijn genade in ons is. Wij zullen zien wat uit uw hand aan elk van ons wordt uitgedeeld. En door de geest van onze Vader woont Jezus nu in elk van ons. Laat uw genade binnenstromen in onze duisternis en pijn. Kom onze aarde nu bezoeken en raak ons met uw mildheid aan. Kom Heilige Geest, kom ons bevrijden, want in het Vaderhart van God springt een bron die overvloeit, dat is zijn liefde die vergeeft. Laat ons bidden. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser, Jezus Christus.